Dit jaar staat de Week tegen Pesten in het teken van helden. Helden die voor elkaar opkomen en samen de strijd aangaan tegen pesten. Maar een held, dat word je niet alleen. Daar heb je de hele klas voor nodig. Samen sta je sterk. Speciaal daarom heeft de Anti-Pestclub nu een eigen game. De ZEP Helden Game. Een spel dat je in de klas kunt spelen om je klasgenoten beter te leren kennen en samen een ijzersterk team te worden. Je ziet het in de Anti-Pestclub Helden Challenge. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen het spel gaan spelen, daag ik mijn goede vriend en YouTuber Thomas uit. En om het een beetje spannend te maken, heb ik elke keer een nieuwe bekende tegenstander voor hem. Dat doe ik allemaal vanuit hier, mijn control room. Thomas, ook wel bekend als Gewoon Thomas op YouTube, is vroeger veel gepest. Hij weet dus als geen ander hoe het is. Nu zet hij zich samen met mij in om het pestprobleem aan te pakken. Thomas doet op zijn kanaal veel challenges en is dus mijn ideale buddy in de Helden Challenge. Thomas, waar ben jij? Thomas? Wacht. Vanaf hier kan ik alles in de gaten houden. Dus ik ga Thomas zoeken. Waar hang je uit? Ah, kijk. Hij loopt in een park. Thomas, hoor je mij? Thomas hoort mij niet. Ik ga hem even bellen. Hey, Annemar. Ja, Thomas. Thomas? Annemar, waarom klink jij zo raar? Thomas hoort mij niet. Oh! Ja! Thomas! Hoor je mij? Ja, we hebben verbinding! Ja, nu klinkt je weer normaal. Vertel het eens. Je bent toch niet vergeten dat wij de Helden Game gaan spelen? Zeker, zeker. Wanneer was dat? Nou ja, nu dus. Sterker nog, in 3, 2, 1. Ja, kijk nog maar even naar de camera. Joe! Wat is dit? Hier is je tegenstander. Gek! En dit is hem, Pascal Tan, een 25-jarige topskater, acteur en klokhuispresentator. Naast het klokhuis ken je hem misschien nog uit het Checkpoint testteam, waar hij superveel knettergekke dingen heeft getest. Pascal is heel aardig en stiekem ook nog eens super fanatiek. Een goede kandidaat dus. Dus kijken hoe hij het ervan afbrengt. Ja, hey, Thomas. Pascal. Was lekker? Ja, zeker. Nou, even serieus, wat doe ik hier? Nou, ik hoop dus dat Annemar het wil gaan uitleggen, toch Annemar? Jongens, welkom in de eerste aflevering van de Helden Challenge. Om het pestprobleem aan te pakken is het belangrijk dat iedereen de ZEP Helden Game leert kennen. Dus daarom daag ik jullie uit om het met zoveel mogelijk mensen te gaan spelen. Maar dat doen jullie niet zomaar. Jullie gaan op zoek naar het beste team. Degene die 3 powerproeven behaalt, wint de challenge. En samenwerken is heel belangrijk. Vandaag de opdracht, speel het spel met het sportiefste team. En om jullie te helpen, het vervoer staat alvast voor jullie klaar. Heel veel succes! Oké, okay, go! Ah. Ik ga gewoon deze kant in. Yes! Oh. Zo, wat ga jij nu doen? Met de skates neem ik aan. Doei! Ja, Thomas denkt dat hij slim is met zijn auto. Maar met een auto kan je in de file staan. Met je skates kan je overal gewoon relaxed tussendoor. Auto's zijn overrated. Ik weet ook al waar ik heen wil. Namelijk naar een plek met allemaal krachtpadjes. Nu alleen nog goede wegen. Geen goede start, maar komt goed. We zijn los. De Helden Challenge is eindelijk begonnen. Ik weet zelf heel goed hoe het is om gepest te worden. En daarom kan ik echt niet wachten om deze challenge met zoveel mogelijk mensen te gaan spelen. Normaal speel je het spel natuurlijk in de klas. Maar ik moet van Annemar op zoek naar echte sportievelingen. Ik heb wel een idee waar ik deze kan gaan vinden. Dus even kijken hoe het gaat met Pascal. Nou, volgens mij ben ik lekker op weg. Lekker een beetje gewoon relaxed aan het cruisen. En ik ben natuurlijk op zoek naar sportievelingen, dus dan moet ik zelf ook een beetje sportief zijn. Dus gelijk een soort warming-up. Hoppa! Thomas heeft natuurlijk wel een voorsprong met zijn auto. Dat is niet helemaal eerlijk voor Pascal, dus ik ga een heel klein obstakeltje invliegen voor Thomas. Let op. Ga maar hoor. Dit levert natuurlijk wel vertraging op als ik iedereen voor ga laten. Ik had eigenlijk voorrang. Wel heel netjes voor mezelf. Oké, okay, we moeten hier naar links. Oh nee, dit kan niet! Sorry. Shit! Nee, ik kan niet. Maar op het bord staat uitgezonderd
Ik had handrem, maar ik was verschieten. De versnelling. Ik ga kijken of ik hier in ieder geval... Misschien kan ik wel iets doen. Misschien kan ik wel open krijgen. Oh. Ik zie geen knop of zo. Nee, geen knop. Misschien dat ik erop ga staan. Mijn gewicht kan soms ook wel dingen doen. Nee, het gaat niet lukken. We moeten gewoon door. Ik heb natuurlijk geen flauw idee waar ik ben. Ik zie een of andere dijk. Even nee. Checken. Wat gaat hij doen? Oh, wacht even. Hey? Pascal, je mag geen maps gebruiken. Je moet het echt zelf uitzoeken. Hoe moet ik dan de weg vinden, Annemar? Ja, sorry. Oh, ze heeft opgehangen. Ik zie er wel een uitkijktoren, dus dan moet dat maar. Het is niet mijn beste plan, maar overzicht is altijd belangrijk in een spel. En nu? Ik moest een klein beetje omrijden, maar ik neem aan dat ik nog steeds de snelste ben. Navigatie heb ik in ieder geval niet nodig, want ik kom hier uit de buurt, dus ik weet wel ongeveer waar ik moet zijn. Alleen ben ik hier verder totaal niet op voorbereid, dus ik hoop maar dat er mensen zijn, sportieve mensen vooral. Thomas denkt slim te zijn, die denkt ik ga naar de hockeyvelden, maar ja, kijk, daar is helemaal niemand. Ik denk dat ik hem ga keren, want er zijn nog meer sportvelden, ik moet door met deze zoektocht. Hoe gaat dit sinds achteruit? Je zit achteruit? Ik heb wel mijn rijbewijs hoor. Niet dat mensen dan denken, dit gaat helemaal niet goed, Thomas. En go! Schiet op! Gassen met dit ding! Yo! Blij dat ik geen hoogtevrees heb. Dit meen je niet. Er is hier gewoon echt... helemaal niks. Kijk nou. Oh joh. Het enige wat ik een beetje vertrouw is die kant. Dus laten we dat maar proberen dan. Hè? Oh. Ik zie wel paarden. Ook sportief natuurlijk. Maar drie mensen is niet genoeg. Ik moet er eigenlijk meer hebben. Ik moet groepen hebben. Wacht. Een Jeu de Boel vereniging. Jeu de Boel, leuker dan jij denkt, kom kijken of meedoen. Dat moet ik hebben. Oké, we gaan kijken of daar wel iemand is, ik hoop het. Maar zul je vandaag natuurlijk weer net zien dat gesloten is. Cool, dat is wel echt heel cool. Hoop ik. Daar gaan we. Wel heel stil hier, ik zie nog niemand. Hallo, is hier iemand? Is hier iemand? Ik zie daar mensen. Ik ga het gewoon vragen. Oké, Thomas, heel goed. Waar hangt Pascal uit? Oh nee! Doe dit thuis niet, jongens! Pascal, wat doe je? Dit is veel te gevaarlijk. Pascal, hoor je mij? Ze zijn hier heel druk aan het Jeu de Boel, hè? Ik weet niet of ik kan storen, zal ik het gewoon doen? Ik vind het een beetje spannend. Goedendag, hallo. Mag ik jullie eventjes storen? Voor deze keer mag het. Oké, nou, ik vind het een beetje spannend. Ik heb eigenlijk een hele belangrijke vraag aan jullie. Want wij hebben een spel, een nieuw spel, en dat heet de Anti-Pest Club Helden Game. Het is de bedoeling dat ik met zoveel mogelijk mensen dit spel ga spelen om eigenlijk te zorgen dat door heel Nederland het pesten gaat stoppen. En ik wil vragen of jullie dit met mij willen spelen. Ja. Ja. Jawel, jawel. Dit is het. Even kijken. De CrossFit Box. Je ziet het al staan. Sterker door strijd. Dat is de instelling die ik vandaag hoor. Yeah.
Yes, hallo, wie heeft hier de leiding? Hallo? Leiding. Yes, jij? Hoi. Aangenaam, Pascal. Hoi, Fardo. Ik ben bezig met de ZEP Anti-Pest Club Heldergame, een challenge. Ik ben op zoek naar een paar hele sterke, sportieve personen. Het liefst ook een klein beetje slim. Zijn die hier? Nou, ja? Hé, maar wacht even. Wat bedoel je precies? Leg uit. Ja, het gaat over pesten. En natuurlijk een spel tegen pesten. Want als we samenwerken met z'n allen, dan is er ook minder reden om te pesten. We hebben allerlei interessante vragen. Een beetje persoonlijke vragen. Stellingen komen erin voor. Daar kunnen we gewoon uitgebreid over praten. Maar waar het uiteindelijk om gaat, dat zijn eigenlijk de powerproeven. 3 categorieën. Slim, snel en samen. Bij alle moeten we natuurlijk samenwerken. Maar als we 3 powerproeven hebben gewonnen, hebben we 3 badges en dan hebben we het hele spel gewonnen. Ja toch? Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Oké, okay, dan gaan we gelijk knallen. Spannend. Als het nee is, mogen jullie links voor gaan staan en als het ja is, mogen jullie rechts voor gaan staan. Als Clarence boos is, begint hij altijd heel erg te schelden. Vinden jullie dat kunnen of zeggen jullie nee, dat is niet normaal? Niet normaal is deze kant op en moet kunnen is die kant op. Ik zeg, als Clarence nou eenmaal zo is, moet hij dat vooal doen. Dus kunnen we hem weer kalmeren? U vindt eigenlijk dat het niet kan? Nee, dat hoort niet. Ben je wel eens blijven zitten? Een twijfelgeval, Dat is eigenlijk wel een goeie voor het thema, want ik werd heel erg gepest. Dus ik heb mijn klas overgeslagen. Je bent gepest? Ja. En daardoor heb je een klas overgeslagen? Ja, ik moest uit die klas weg en er was maar 1 klas per jaar, dus ik moest omhoog. En heb je misschien ook nog een tip voor mensen die gepest worden? Altijd jezelf blijven. Ja. Want er zullen altijd mensen zijn die je niet leuk vinden. Ik ben nu volwassen en nog steeds blauw haar en rarigheid. En het is allemaal goed gekomen. Het is tijd voor een powerproof. En ik hoop echt heel erg dat jullie deze zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Want dat helpt mij vandaag om van Pascal te gaan winnen. Oké, dan, een powerproof. Deel met de groep een tafel op en iedereen mag maar 1 hand gebruiken. Nou, een tafel. Ja. Hebben jullie een tafel? Boven een tafel. Snel! Kom op! Hop. De tijd dringt! Hop! Jullie mogen het gewoon hier doen, snel hè, de tijd dringt. 2. Huppatee, yes! Ga in een kring staan en leg je armen op elkaars schouders. Til allemaal je rechterbeen op en blijf zo 20 seconden staan. Bijna. Oké, dit gaat echt heel erg goed. Allemaal rechterbeen omhoog. Allemaal rechterbeen. In beeld. Ja, soepel zijn ze eigenlijk allemaal, dus dat gaat heel goed. De vloer is van lava, dan mag je hem dus niet aanraken. Zorg dat iedereen binnen 20 seconden met zijn voeten van de vloer is. Kom op, hop. Ja, genoeg attributen. Oké, van de vloer. Yes. Zet de klas binnen 20 seconden op een rij van jong naar oud. Kom op, snel. Tijd loopt. Van jong naar oud. Er is geen tijd. Oké, jong. Staan we goed? Hoe oud bent u? 62. 68. 72. 73. Ik weet het niet meer. Oh. 81. 82. Jongens, ik ga een high five geven. We hebben dit heel goed uitgevoerd. Yes. Oh, yes. Oké, dan. Misschien allemaal even 1 keer diep inademen. En uit. En uit. Los op met je vak. Welk woord past hier voor of achter? Schommel, puntje. Puntje, poot. Rol, puntje. Stoel. Ja. Stoel. Allemaal, hè? Dus stoel. Ja. Schommelstoel, stoelpoot, rolstoel. Ja. Dat is het definitieve antwoord? Ja, definitief. 100%. Ja, schommelstoel. Ja! Ja! Als ik zo meteen ja zeg, dan moeten jullie met z'n allen 3 plaatsen noemen in Nederland die allemaal met een B beginnen. En dit moet in 20 seconden. Gaat dat lukken? Tuurlijk. Ja. Alsjeblieft, doe dit goed, oké? Ik moet winnen. 3, 2, 1, go! Breda! Wacht, te snel! Ik heb Berkel, Rode Reis, Breda. Ik heb Rotterdam 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik heb er al 10, joh. Ik denk dat deze wel goed gekeurd is. Applaus voor jezelf. Nou, ik ben trots op ze. Hey! Zo, yo!
Hoe is het? Je ziet er best buiten adem uit. Ik ben kapot, maar het ging wel, hoe zeg je dat? Buitengewoon. Ging het goed? Het ging heerlijk. Wat heb je gedaan dan? Waar ben je geweest? Waar ben je heen gegaan? In de gym. In de gym? Zeker weten. Ik heb nog even gesport tussendoor. Het skaten was ook heerlijk. Ik heb genoten. Waren het jonge mensen of wat oudere mensen? Een beetje. Wel wat ouder. Veel wijsheid, kennis. Ik wil niks zeggen. Hè? Oude mensen kunnen ook snel zijn, net als jonge mensen. En ze waren snel. Oké. Okay. Ja. Okay. Het was echt win-win. Nou, ik ben bij een Show de Boelbaan geweest. Oh. Met wat oudere mensen. Maar ik kan je vertellen, dat zegt helemaal niks. Want ze waren echt heel snel en ze letten heel erg goed op. En ja, ik ben heel benieuwd wie er heeft gewonnen. Ik ook. En de winnaar is Pascal! Oh! Ja! Oh! Oh! Yes! Wat? Echt? Ik zei het je. Nee, dit is een fout. Dit kan niet. Ik zei het je. Nou ja, Annemar, is het echt waar? Ja. Ja. Ik ben echt diep teleurgesteld. Ik dacht dat ik het heel goed had gedaan. Deze krijgt een heel mooi plekje in mijn kast vol met andere trofeeën. Maar goed gedaan ook hoor, denk ik. Bedankt. Ik wil ook even een compliment geven aan mijn team vandaag. En ik ben verder denk ik heel stil van geworden. Ik ook. Nee, oké, gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Ja, ik kon niet zo goed tegen mijn verlies, maar ik denk, ik ga terugkijken deze video, ik denk dat ik het heel goed heb gedaan. Verdiend. Wil jij nou van jouw klas echt een heldenteam maken? Ga dan in de week tegen pesten op 23 september naar www.heldengame.eo.nl en maak van jouw klas een echt team. Doei. Oh, Annemar. Oh, we zijn allemaal vergeten. Sorry, Annemar. Bye. Heel erg bedankt. We vonden het leuk. Thanks. En vonden jullie het ook leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog voor deze video. En vergeet niet te abonneren, want er komen nog meer afleveringen online. Au, doei. Hey, jij daar. Check snel de volgende video en vergeet niet te abonneren. Check je later!